Helemaal welkom bij deze video. Hij is net binnen, Assassin's Creed Odyssey. En normaal had ik de muur eventjes leeg en zo. Daar heb ik nog even geen zin in. Hij is echt letterlijk net 2 minuten geleden binnengekomen. En het is de Medusa Edition. De goedkoopste Special Collector Edition, geloof ik. En we gaan nou eens kijken wat daar allemaal in zit. Ik ga hem voorzichtig openmaken, want ik wil natuurlijk niet te veel beschadigen. Zo. Oh, onderkant ook nog. Kijk hoor, dat is al iets de Medusa Edition. Ja, dus, deze doos is niet zo heel spectaculair als de andere dozen. De zijkant is ook gewoon hetzelfde. Aan de achterkant staat dan niet van Choose Your Fate. En, want je kan dus kiezen of je nou Alexis of Cassandra wil zijn. We zien weer goden zoals Medusa hier. En je moet keuzes maken in het spel. Extra missie erbij, de Blind King. Wat zit hier allemaal in? Een beeldje, een kaart, soundtrack en een artboek, 64 pagina. En het Chronos pak heb ik nog met extra kleren en wapen, een dingetje voor mijn paard. En nog wat boosts. Even kijken hoe gaat deze ook. Hoe is het? Kijk hoor. Oh, deze moet ook nog weer af. Ja. Lastig soms. Oh, ik had ze ook gewoon los kunnen halen zo. Oh nee, toch niet. Daarom gaat het onder. Ja. Kijk eens. Deze doos. Er zit ook niet zo veel. Oh, hij ruikt wel een beetje. Ook niet heel speciaal deze doos. Dit is hem. Wat verdik mij, wat een beest. Oh, grapje. Kijk dan ook nog. God. Overal plakbandjes. Heb ik ze allemaal gehad. Leuk speertje. Ja. En nog iets. Ook leuk. Goed verpakt. Dat was alles toch? Ja, dit is wel een mooi beeldje. Kijk eens even. Dit is Alexios, denk ik. Ja, lijkt me een man dit. En camera even iets bijdraaien. Misschien is dat beter, ik weet het niet. Even kijken hoor. Kan die zo? Zoiets. Oh, oh. Ja, oh, is wel een beetje zwaar aan de achterkant. Artboek. Kijken we zo in. Het spel natuurlijk, die gaat het om. De kaart. Dus laat ik ze ook nog even zien. Zit er allemaal nog in. Oh, dit zijn de codes, die hoeven jullie niet te zien. De soundtrack. Geen beschrijving hoe we deze man in elkaar moeten zetten. Ja, waar gaat hij mee slaan en wat heeft hij in zijn hand? Staat dat ergens op een voorhoofd? Hier staat dat. Hij heeft de speer in zijn
Oh ja. Deze heeft hij hier vast. Speerding. Krijg je die erin, joh? Bij jullie hadden ze daar een gebruiksaanwijzing voor hoe je dat vast moest houden, maar hier niet. Maar dat werkt ook niet. Nou, dat is niet handig, jongens. In ieder geval, deze houdt hij in de andere hand. Ja, hoe krijg je die erin dan? Dat gaat toch ook niet? Hoe kun je die wel er doorheen steken? Ja, die kan wel, denk ik. Zo, kijken. Oh nee, toch niet. Nou, jongens nog. Hoe, dat ziet er ook niet uit. Nou, hier ben ik nog wel even mee bezig, denk ik. Zet hem alvast neer. En pakken we het spel even uit. Dat gaat ook altijd zo makkelijk. Oh, sorry hoor. Man, man, man. Ik wil even. Ja, nou, wat een gedoe allemaal. Kijken of hier ook nog belangrijke dingen in zitten. De Season Pass, ja, die ga ik natuurlijk ook kopen, want er komen nog weer twee DLC's bij. Legacy of the First Blade en The Fate of Atlantis. Oh, dat is wel vet. En Assassin's Creed 3 is ook te verkrijgen via de Season Pass. Nou, een boekje met de game instructions, bla bla bla. Deze twee Yubi Collectibles kun je ook nog halen van Cassandra en Alexios. Boeken. De Strategy Guide. Nog een artboek en de novel. Boeken hou ik ook van om te lezen. Van Assassin's Creed dan. Onzin. Of niet. Hierbij, zo. Het spel. Belangrijk dat we die hebben. Ja, ja. Dan zal ik nou even de boel hier uit. Ik pak de camera even bij. Zo. Dit is hem dan. Met die twee wapens die ik er niet in krijg, die zal ik straks wel even proberen. Het spel. Artboek. Een kaart. En de soundtrack. Schakel weg. Oh ja, die heb je al gezien. Artboek, gaan we even snel een beetje doorheen bladeren. Wat is er allemaal te zien? The Art of Assassin's Creed. Met Cephalonia of Cephalonia, Life at Sea, Attica en Laconia. Cephalonia. Mooi hoor. Dat is mooi. Cassandra en Alexios. Ik had gelezen dat Cassandra is hoofdpersoon in de canon. Dat is dus de echte sluipmoordenaar. En Alexios dus niet. Dus we gaan straks, als ik het verhaal ga spelen, gaan we eerst met Cassandra. En want je kan dan ook weer, hoe heet dat, de guidant nog iets doen. Dus dan krijg je een beetje aanwijzingen waar je heen moet gaan en zo. Maar dan kun je ook weer iets met dat je het zelf moet uitzoeken. Ik zet heel even de camera nog weer neer. Dus we gaan eerst met Cassandra gaan we dat doen dat we geleid worden waar we heen moeten. Oh, een kaartje. En met Alexios gaan we dan zelf uitzoeken wat we moeten doen. Het zijn ook verschillende verhalen en ze verschillen daarna ook weer. Ligt aan wat voor keuzes je maakt natuurlijk. Nou, dit is dus de kaart van het oude Griekenland. Met ik denk dat dit een deel vasteland is. Ik weet het niet zeker. Hier heb je Macedonië. Hier ligt Attica. Hier ligt Cephalonica. Ik zoek eigenlijk iets van. Oh, hier ligt Corinthia. Dat is wel, ja.
Samos, Kos. Dat is ook een mooi eilandje. Nou, grote kaart, kijk eens even. Dus, Assassin's Creed Odyssey. Super. Zometeen livestream op mijn YouTube kanaal, mijn game kanaal en ED Niels, IJ, net Niels I.